Ik sta vlak bij het huis van Tino Martin, onze grote ster Tino Martin. En ik heb een waanzinnig idee voor hem. Met Tino in de limo. Deze limo gaan we gebruiken om naar de Ziggo Dome te rijden waar hij gaat repeteren vanavond. En in die limo wil ik alle verhalen horen. Kom maar mee. Dat woont even leuk, hè, zo. Onze Tino. Oeh. Henny. Tino, hallo jongen, hoe is het? Wat een verrassing. Ja, ik heb een heel leuk idee. Ik heb hier bij jou voor de deur, als je goed kijkt, zie je hem al een beetje staan. Zo dan. Een limo staan. En jij moet vanavond repeteren. Dus ik denk, ik breng jou. Jij denkt, ik haal Tino op, maar dan ja. Niet in een klein k***outje. Nee, precies. En ik kan niet met de Fiat 300 aankomen. Dus met de limo. Met Tino in de limo. Ja, laten we dat doen. Ja, dan gaan we lekker kletsen, want er is toch wel een hele hoop aan de hand. Ik ga met je mee. Tot ziens. Je gaat weg, doeg. Dag Kees, hier, daar. Lief beest. Nou. Leuk beest, hè? Nou, kom maar hier, joh. Zo, zitten we. Met Tino in de limo. Ik zit goed. Ik ook, en ik ben op de eerste plaats ongelooflijk trots op je. Ja, je bent al 17-jarig bij me begonnen. Ja, ik doe even het raam dicht. Ja, want dat is te veel lawaai. Want anders waait mijn haar door. Nee, maar luister, dat moet ik even zeggen in het begin. Ik ben hartstikke trots op je. Je kwam als 17-jarig jongen bij me. En nou, dat was meteen fantastisch. Well, this is the moment. This is the time. Nu gaan we onderweg naar de Ziggo Dome. Ja. Groter is het niet. Nee. Dat is niet. Ik bedoel, als we het over Nederland hebben, is Ziggo Dome. Er zijn geen grotere sporthallen. Daarna krijg je natuurlijk stadia. Maar er zijn geen grotere concertzalen dan dit. Nee, dat is ik bedoel, noem alle grote namen en ze hebben er gestaan. Nou, dat je het ook omdraait. Er zijn ook een heleboel grote namen die er nog niet hebben gestaan. Ja, ja, dat is waar. Ja. Wat ga je doen precies? Want het is de Las Vegas show. Dat is, dus ik ben heel erg nieuwsgierig van wat gaat er allemaal gebeuren. Ja, Las Vegas. Ik ben er geweest 2 jaar terug ben ik voor het laatst geweest. Ja. En wat dat allemaal heeft te bieden aan entertainment. En natuurlijk al die shows die je daar ziet. Ze lopen daar altijd voor op alles met effecten. Alles met alle spectaculaire dingen die komen. Die je bijvoorbeeld ziet in shows bij. Artiesten van de hele wereld, die worden eigenlijk bedacht in Vegas. Ja, ja. Het is ik ben er ook heel lang geleden voor geweest. Het is, een hele grote snoepwinkel eigenlijk voor artiesten. Ja, dat is het zeker. Dus daar heb je inspiratie op gedaan. Daar heb ik inspiratie op gedaan, ja. Wat vind jij nou typisch Las Vegas? De Big Three, dat betekent de drie grootste hotels van Las Vegas. Dus Bellagio zit erbij. Ja. En die heeft bijvoorbeeld die fonteinen. Ja, 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 ja. Nou, als je er nog niet geweest bent in Vegas, dan heb je het heus wel een keer ergens in de film gezien. Als ik dan Vegas denk, denk ik daaraan. Dan denk ik ook aan ballet, dans, dus nachtclubs. Er komen fonteinen in. Ja. We hebben eigenlijk de Bellagio. Dat is eigenlijk het grootste deel van de avond. Is dat zeg maar het decor. Die hele fonteinshow, die hebben we daar dus gewoon in de Ziggo Dome bedacht of nalaten bouwen. Geweldig. En dat staat er nu al, moet je je voorstellen. Daar zijn ze nu mee bezig. Ja, volop. Ja, ongelooflijk. Huwelijken worden ook voltrokken daar, hè? Ja. Maar is dat ook, ik nooit begrepen, is dat wel zeker dan als je daar trouwt? Ja, kijk, nou voor Amerikaanse begrippen ben je getrouwd. Ja, maar in Nederland maar niet meer dan? Dat niet, maar het is natuurlijk ook wel een stukje romantiek en iets wat natuurlijk ook inderdaad, want Vegas is natuurlijk going to the chapel gonna get married. Dus wat gaan we doen? De 2 dagen gaan er 2 huwelijken voltrekken. Echte huwelijken. Er zijn 2 koppels en die gaan gewoon live daar trouwen. In de Ziggo Dome trouwen. Dus er komt een heel soort van kapel naar beneden. Een altaar, hoe moet je dat zeggen? Echt een plek om je. En die moeten dan daar live getrouwd worden. Jeez. Maar nou zit ik meteen eigenlijk naar jou te kijken. Van, ik ben al getrouwd. Ja. Al 47 jaar. Nee. En hoe lang moet je nog? Ja, ik moet nog wel 3 jaar volhouden. Als rolletje voor jou in de Ziggo, want ik bedoel, dat lijkt me wel natuurlijk gewoon. Oh, dat ik die koppels trouw? Als babs? Zou je het kunnen? Jij kan alles volgens mij. Nee, ik kan niet alles. Nou. Maar ik zou het wel leuk vinden, ja. Ja, dat zou ik leuk vinden. Maar dat weten die trouwkoppels weten dus niet dat jij
Nee, nee. Dus dan komen zij op. Ja. Zij worden getrouwd. Denk je dat er echt een priester staat? En dan komt Huisman. Ja. Ik vind, dat lijkt mij toch geweldig. Nou, het is in ieder geval gek. Ja. Dus en apart, en dat is Las Vegas ook. Nou, doen we, afgesproken. Ja? Ja, nou, oké, okay, hartstikke goed. Hey, en heb je ook, doe je ook speciale liedjes nog? Of is het gewoon de alle grote hits natuurlijk? Sowieso alle liedjes die men van me kent en die ze graag van me willen horen. Ja. Maar natuurlijk ook... Heb je ook gasten? Ja, ik heb... Emma Heesters. Ja, vanzelfsprekend. Want ik heb natuurlijk met de boys van Crisscross Amsterdam een echt wel behoorlijke hit met Emma Heesters, Loop Niet Weg. Ja. Die natuurlijk niet mag ontbreken, vind ik, als je het hebt over Las Vegas, hè, het Amerikaanse stijl, dan moet je natuurlijk gewoon Lee Towers moeten zijn. Uiteindelijk is hij de grondlegger van die hele grote shows in Nederland. Nou, daar zeg je wat. Ja, die hele grote Amerikaanse shows, daar begon Lee Towers mee. Ja, zeg dat. Ja. Daarom vind ik het mooi om hem erbij te hebben. Nou, dat is mooi. Nou, dat is geweldig. Ja, dat mag niet ontbreken. Nee. Dus het is eigenlijk wel, als ik het zo voor me zie, wel een enorm spektakel. Dat wordt een gekkenhuis. En het is aan spektakel en ontbreekt het niet. En alles, eigenlijk zo'n beetje wat je fantasie toelaat, als je denkt aan Vegas, dat komt erin terug. Ik wil natuurlijk niet alles verklappen. Nee, dat moet je ook niet doen. Er zit ook bijvoorbeeld een nummer in. Er is een nummer van André Hazes, Ik ben een gokker. Ik ben een gokker, ik ken een spel, ga jij maar door. Als je mij denkt te bedriegen, ben ik hier een stapje voor. En dan hebben wij dollars laten maken. Ja. Maar dan met mijn harsjes erop. Met mijn kop erop. En dan... dan blazen we gewoon. Dus dat geld komt naar beneden dwarrelen. Wij blazen gewoon, ik weet niet voor hoeveel duizend euro's blazen we gewoon dollars de lucht in. Ja. Wel geinig, hè? Ja, geinig, dat is fantastisch. Ja. Kijk, het is natuurlijk zo dat je moet altijd elke keer in je carrière weer een soort hoogtepuntje hebben waar je naartoe werkt. En ik denk dat, kijk, je hebt natuurlijk al zoveel gedaan. En optreden overal en mooie theaters en weet ik van wat, maar ook feestavonden. Ja. Maar dit is natuurlijk gewoon jouw show. Elk jaar weer, als we zeg maar dan zo'n beetje in de buurt komen van de voorbereiding van zo'n concert, dan ben ik toch elke keer weer denken van hoe is het eigenlijk mogelijk. Ja. En nu dat thema Las Vegas, dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld dan eenmaal doe. Ja. Volgend jaar moet je weer wat anders hebben. Tuurlijk. Ja. 13 en 14 mei. Is het zover? In de Ziggo dan. Jongen. Ja, eindelijk. Ja, door die corona. Zo vaak verplaatst. We hebben 3 of 4 keer verplaatst. En de fans ben ik ongelooflijk dankbaar. Want ze blijven gewoon. Het was zo goed als uitverkocht. Zeg maar 2,5 jaar terug. Zo lang is dat alweer geleden. En in de tussentijd gaat het dan nu eindelijk plaatsvinden. En al die mensen hebben die tickets gewoon gehouden. Ja, dat is geweldig. Denk daar eens over na. Ja, dat vind ik ook geweldig. Want dat is hoe makkelijk is het als je zegt van geef het helemaal terug. Kom maar terug met het geld en we kijken dan wel weer. Ja. Maar ze hebben echt maar dat zegt allemaal iets. Dat kaartje gewoon thuis dat in de kast. Dat zegt iets over jou ook. Moeten we daar even niet op proosten? Ja, ik denk dat we... We zitten in de godverdedigende limo. Maar ik wil ook wel even proosten op het feit dat jij dus dan... die koppels komt trouwen bij. Oh, dat is natuurlijk meteen dan een soort gentleman agreement. Doe jij het maar. Ik ben vind je dat fijn als ik het doe? Ja, jij bent even handig. Best wel link als ik het doe, hoor. Dat je meteen in je mond zit. Ja, of dat je een oog kwijt bent vanavond. Dat je zo op de bank zit en zegt, nou, was leuk met Tino, schat. Gesprek gehad. Tino in de limo. Nou, we gaan op dit hoogtepunt gaan wij proosten. Ja, nou, dat is geweldig dan. Hé? Ja. Zo, even recht houden. Ik probeer het. Zo. In een auto met champagne. Ja. Hey, wat hebben wij het goed, hè? Dat kun je rustig zo zeggen. Deze nog een beetje. Nou, iets voor jou, want jij hebt dorst. Kijk dit even zo. Lieve vriend, we proosten op je fantastische 2 concerten. Sowieso op je met al je succes. En ik heb het al verteld, ik ben trots op je. En ik ben blij dat ik erbij mag zijn. Hey? En ik ben blij dat jij erbij bent. Oké. Okay. Tina Martin. I love you, Winnie. Dankjewel. Gaat-ie, proost.
Dichterbij kon ik je niet brengen. Nee. De Ziggo Dome in Amsterdam. Voor jou. Hier, kijk eens. Ik zei ook van je moet wel even een beetje gewoon afzetten. Gewoon het liefst voor de deur. Maar het is. Ja. Het is binnen zelfs. Ja, zet je binnen. Hey, mocht er nog mensen zijn die het concert willen zien van jou. Ja, ja, ja. Dan moet je naar tinomartin.com ja? Voor de kaartjes. .nl, het maakt niet uit. Je komt, je komt er zo. Je komt er wel. Ja, ja oké. Okay. Hey man. Maar dat is, dit is te gek, hè? Dit is toch te gek, hè? Dus 13, 14 mei ben jij er ook bij? Ben ik er ook bij. Afgesproken. Knuffel. Kom bij. Succes. Okay. Bedankt. Oké, okay, en dit was tevens de laatste aflevering van Met Tino in de Limo. Tot de volgende keer. Hey, succes. Yo. Chauffeur, rijden!